Breda Nu. Je weet het meteen. A warm welcome. My name is Otto Arbo. I'm alderman of the city of Breda. And I'm very pleased that you visit Breda and our station. I asked your professors if you're tired of seeing the station. Are you? Ja, nou, ik, als wethouder heb ik een delegatie, zeg maar een beetje officieel ontvangen, die op een studiereis zijn in Nederland om een aantal stations te bezoeken, zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en ook hier in Breda. Dat zijn studenten van de Oxford Universiteit die vanuit Londen zeg maar een architectuuropleiding hebben, die met name ook geïnteresseerd zijn over de functie van het station en de kwaliteit van de architectuur. En kun je iets meer vertellen over deze Oxford University? Waarom gaan deze per se naar Breda? Wat maakt het Breda station nou zo bijzonder? Ja, ze maken in hun studie onderzoek naar de kwaliteit van stations, maar met name natuurlijk ook de functie van een station in de stedelijke ontwikkeling, maar ook in het combineren van verschillende vervoersstromen. En hoe pakt dat nou uit? En Breda is natuurlijk een nieuw station van een gerenommeerde architect. Wat architectonisch ook echt belangrijk is. Hè? Want Koen van Velsen heeft niet voor niks vorig jaar de architectuurprijs in Nederland gewonnen. Onder meer vanwege dit station. Maar ook omdat hier al die functies, vervoerstromen, ook allemaal in één huis zijn. In één gebouw zijn gemaakt. Is dat voor hun heel erg interessant om te bekijken. So what's your first impression of the station? Oh, it's a lot bigger than I thought it would be. Very new, very modern. Definitely seems like a good build. A lot bigger than any other ones that I've seen. Like compared to Amsterdam Central Station, it's definitely a lot more innovative, I think. But it's not as nice as Rotterdam Central Station, in my opinion. Breda Nu. Je weet het meteen.